ja, over spelvreugde. Begin tweede helft Heerenveen is er wel spelvreugde. Dus het is niet dat dat helemaal weg is of zo. Alleen, ja, sommige wedstrijden zijn nou eenmaal lastiger dan andere. En als je binnen het kwartier met 2-0 achter staat, dan hou je daar niet heel veel vreugde uit. Ja, Jens Toornstra, hoe hard komt deze tik na afgelopen woensdag nu weer aan? Toch weliswaar een punt, maar volgens mij zijn jullie daar niet voor naar Enschede gekomen. Nee, we hadden graag willen winnen. Maar als je de wedstrijd ziet, denk ik dat je met de gelijkspel nog redelijk tevreden kan zijn. Als je naar de kansenverhouding kijkt. Hoe komt het dat jullie eigenlijk nauwelijks iets creëren en naar rust misschien wel 3-4-1 achter hadden kunnen staan? Ja, ik denk een gebrek aan scherpte. Eerste kwartier sowieso beginnen we echt heel slap. We reageren, ja, we spelen reactievoetbal en eigenlijk alles te laat in plaats van dat je anticipeert. En zo sta je binnen het kwartier met 2-0 achter, gewoon omdat we niet scherp zijn. Ja, in de tweede helft maken we 2-3 fouten waaruit zij gelukkig niet scoren. Maar als zij iets scherper voor de goal zijn, dan verlies je hier waarschijnlijk wel, ja. Ja, er ging wel heel veel fout. Ik vroeg het ook aan de trainer. De geest lijkt een beetje uit de fles. Natuurlijk is een tastbare prijs is weg. Voel je dat ook zo? Nou, dat gevoel had ik... het eerste kwartier lijkt dat wel zo. Maar voor de wedstrijd had ik dat gevoel niet. We willen graag ons op plek 2 richten nu. Omdat we denken dat dat nog haalbaar is. Alleen, dan moet je dit soort wedstrijden wel winnen. En ja, sowieso je wedstrijden beter starten dan wat we vandaag deden. Ja, nu is er veel gezegd over wat er vrijdag is gebeurd op het trainingsveld bij jullie. Dat er directie is gekomen voor een loonoffer. Hoe speelt nou zoiets in een ploeg? Ik denk dat dat geen effect heeft gehad op ons spel van vandaag. Je ziet wel dat toch wel de spelvreugde ontbreekt. Hoe zit het in de groep? Kan je daar iets over vertellen? Vandaag was het misschien lastig. Alleen, ja, over spelvreugde... Begin tweede helft Heerenveen is er wel spelvreugd. Dus het is niet dat dat helemaal weg is of zo. Alleen, ja, sommige wedstrijden zijn nou eenmaal lastiger dan andere. En als je binnen het kwartier met 2-0 achter staat, dan hou je daar niet heel veel vreugde uit. Jij scoort vlak voor tijd kom je het strafschopgebied binnen. Ben je dan te lief dat je niet gaat liggen? En misschien dan daardoor misschien een penalty krijgt waardoor Feyenoord nog met 2-3 kan winnen? Daar twijfel ik ook over. Misschien had ik moeten blijven liggen, maar die bal die lag echt precies voor mijn neus. Helemaal vrij. Dus dat is een keuze die op dat moment maakte. Ik heb wel aan de scheidsrechter gevraagd en die zei dat hij hem sowieso niet had gegeven. Dus ik weet niet. Ik had hem ook nog kunnen maken makkelijk. Maar ja. Ja, uiteindelijk ga je hier met een punt weg en in een belangrijke week met ook Groningen en AZ. Proef je wel revanche gevoelens in die groep dat jullie echt nog wel voor die tweede plek willen gaan? Ja, dat willen we wel graag, tuurlijk. Alleen wat ik zeg, je moet wel beter voor de dag komen. En zeker in uitwedstrijden tegen de Twente, tegen de Groningen, AZ. Om aanspraak te kunnen maken op 3 punten. En dat hebben we vandaag gewoon niet goed gedaan.